begonnen. Excuses daarvoor, waren nog even technische perikelen, maar we zijn van start. En we gaan het vandaag hebben over de ISR, zoals die ook wordt gezegd, genoemd wordt. En dat doen we op een dag, en misschien valt het nu ook op in het nieuws, waarin een schip het Suezkanaal blokkeert. En dat kost 400 miljoen per uur aan handel, zo werd berekend. Dus in de tijd dat wij hier met elkaar deze 2 uur gaan praten, is de wereld weer 800 miljoen euro armer geworden, zou je kunnen zeggen. De ISR is op 21 januari opgeleverd en overhandigd aan de staatssecretaris van IMW. Er was toen geen gelegenheid om in een breder gezelschap erover door te praten en van gedachten erover te wisselen. En daarom is dat initiatief genomen om dit webinar vandaag te organiseren. Het voordeel van een webinar en een digitale variant is natuurlijk dat er over het algemeen toch wat meer mensen op afkomen, omdat die mogelijkheid nou eenmaal wat laagdrempelig is. En dat is ook in dit geval zo, want we zijn met ruim 130 aanmeldingen. Die zullen niet allemaal misschien hier zijn, maar we gaan ervan uit dat er toch ruim 100 mensen in dit webinar aanwezig zijn. Mijn naam is Michel Schuurman, ik werk bij MVO Nederland. En ik vind het groot genoegen om naast mij Frank Dietz te hebben zitten, hoofd van het thema circulaire economie van BBL. Frank, goedemiddag. Goedemiddag, Michel. Kun jij iets vertellen over jouw verwachtingen van vanmiddag en het doel van vandaag? Zeker wel. We gaan het vanmiddag hebben over de ISR. Eigenlijk op 2 manieren. We kijken een beetje terug en we kijken vooruit. En dat terugkijken, dat doen we met de vraag in het achterhoofd. Heeft dat ding nou gebracht wat we van tevoren ervan hadden verwacht? In die zin, er zit kennis in. Die kennis is bij elkaar gebracht door een consortium van kennisinstellingen. 8 bij de PBL gerekend, 8 kennisinstellingen groot. We hebben die kennis bij elkaar gebracht ten behoeve van beleid. Maar ook ten behoeve van bedrijfsleven, ook ten behoeve van NGO's. Eigenlijk een ieder die in de circulaire economie stappen wilde maken. En die ISR beoogt in beeld te brengen, waar staan we nu? Die ISR beoogt om in beeld te brengen, waar zitten handelingsopties? Waar zitten knoppen waar we wat aan kunnen draaien om uit resultaten op een andere manier zichtbaar te gaan maken? Wij zijn, tenminste de kennisinstellingen zijn er niet om de circulaire economie in beweging te krijgen en of tot stand te brengen. Daar is de samenleving voor aanzet. Daar is ook beleid voor aanzet. Maar het is wel handig als je weet of het werkt wat je onderneemt. Of het tot iets leidt. Of het resultaat boekt. Of het te snel gaat of het te langzaam gaat. Te snel zal het meestal niet zo gaan. Maar goed, waarom het langzaam gaat. Waarom er belemmeringen zijn. Wat je daaraan zou kunnen doen. Nou, dat is in ieder geval een deel terugkijken, namelijk wat heeft die ISR ons gebracht en in welke mate zijn we daar tevreden over. Maar we kijken ook graag vooruit met jullie en daar hebben jullie een belangrijke rol in. Namelijk, we willen weten wat je nu mist en wat je in de volgende ISR in januari 2023 zou verwachten of nodig hebt. Dus wat zou je willen weten wat we nu nog niet weten? Wat zou je willen meten wat we nu nog niet hebben gemeten? Enzovoorts. Nou, en daar zullen we jullie ook bevragen op een actieve manier in een breakout sessie. Daar zal Michel straks nog het een en ander over zeggen. Met andere woorden, ik wens jullie een genoeglijke middag om nog eens te zien wie en wat er allemaal in die ISR tot stand is gebracht. En ons, wens ik onszelf een ruime oogst toe met ideeën voor een volgende ISR. Michel. Dankjewel, Frank. Nou, dat is helder wat we met elkaar gaan doen. Mijn rol is om u door het programma heen te loodsen, zoals Frank al zei. En eigenlijk op hoofdlijnen de komende pakkenbeet uur en 3 kwartier. Gaat u eerst kort iets horen over de ISR. Wat is het nou eigenlijk? Hoe is het tot stand gekomen? Dat doet Michael Kiesna van PBL. Vervolgens gaan we met een aantal kennisinstellingen in gesprek. Want die ISR is niet alleen door de PBL gemaakt. Dat is een samenwerking van RIVM, CBS en de Universiteit Utrecht geweest. En ook met hen gaan we het gesprek aan hoe dat uiteindelijk tot stand gekomen is en wat het opgeleverd. Dan gaan we die deelsessies in. Misschien wel het zwaartepunt van dit programma wat ons betreft. Want dan gaan we hopelijk van u horen wat u waardeert, wat niet, wat gemist wordt, wat suggesties u heeft. En dat leidt hopelijk tot een rijke oogst die we later vanmiddag dan nog even kort met u duiden aan het eind. Na die breakout dan is er een 10 minuten waarin we vanuit de Rabobank gaan horen wat zij in de praktijk, misschien ietsje minder macro dan de ISR, maar als bank toch ook niet helemaal micro, maar toch wel een breed scala van klanten die bezig zijn. Wat hun beleving op dit moment is van de realisatie van die circulaire economie, van circulair ondernemerschap, zou je kunnen zeggen. En dat geeft hopelijk wat inzicht en inspiratie. Aansluitend, en dan is het 2:30, is er een korte break. Kunt u eventjes een kopje koffie of misschien wel de hele vroege vrijdagmiddagborrel beginnen.
Maar om 2:30 gaan we wel weer verder met een heel interessant panelgesprek met de verschillende perspectieven en partijen, zoals Frank in het al duidde. Dus vanuit de Rijksoverheid, vanuit transitieagenda's, vanuit het bedrijfsleven en ook vanuit maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek. Wat levert die ISER op? Wat willen we eigenlijk in de toekomst daarmee doen? En dan aan het eind, zo rond de klok van 3:30, zullen Frank en ik misschien nog een korte reflectie en wrap-up geven. En dan wensen we u daarna een fijn weekend. Dus dat zal het programma zijn. En ik wil eigenlijk als eerste het woord gaan geven aan Michael Kisna, die vanuit het PBL een korte toelichting gaat geven over, ja, wat is die ISER nou eigenlijk? Waarom hebben we dat met elkaar gedaan? En wat zijn nou de eerste bevindingen die we hebben? Michael, mag ik jou het woord? Zeker, dankjewel. Ik zal even mijn scherm ook delen. Aldert, ik zie toevallig jouw gezicht. Ben ik zo goed te verstaan? Ja, mooi. Nou, en dan zijn we niet bij de eerste slide. Dat is ook handig. Beginnen we hier. Ja, heel erg bedankt voor deze introductie en deze aftrap. Leuk dat ik hier weer iets mag vertellen over de ISER. In 10 minuten zal ik een samenvatting geven van wat we in uiteindelijk denk ik meer dan een jaar hebben neergezet. De ISER, de Integrale Circulaire Economie Rapportage. Eerst iets over wat het is en hoe het tot stand is gekomen. Met de ISER willen wij de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland in kaart brengen. We doen dit op verzoek van het kabinet. In januari is de eerste editie verschenen. De bedoeling is dat die 2 jaarlijks verschijnt en steeds laat zien hoe het ervoor staat met die transitie. Onze ambitie is om hiermee een onafhankelijke wetenschappelijke kennisbasis neer te zetten die inzichten oplevert. Ik denk vooral bij deze eerste ISER met name gericht op inzichten voor het nationaal beleid, maar hopelijk nu al en ook in de latere versies ook voor andere partijen, inzichten voor het versnellen van die transitie. En deze ISER is, ik bedoel, wij staan hier nu als PBL, als PBL'er vertel ik dit nu, maar deze ISER is in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen die deel uitmaken van het de werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie. Je ziet de namen hieronder staan en die zullen straks ook nog even verder aan het woord komen. De ISER heeft grofweg 2 grote brokken als het gaat om de manier waarop wij monitoren, de resultaten laten zien en onze conclusies trekken. Als je denkt aan een circulaire economie, dan denk je aan grondstoffen en dan denk je aan de, wat betekenen die grondstoffen, wat wordt ermee gedaan, wat zijn de voor- en nadelen ervan. Dus als je denkt aan het monitoren van circulaire economie, dan kom je al gauw op een raamwerk zoals dit. En wij zeggen, als ik deze figuur samenvat, een circulaire economie is het geheel van grondstoffen die in economie inkomen, die in gebruik zijn, die verloren gaan, maar ook de effecten die daarmee samenhangen. Want in het winnen van grondstoffen, het verwerken van grondstoffen tot materialen en producten, en het gebruiken van producten en uiteindelijk het afdanken, ontstaan allerlei effecten. Het kunnen positieve en negatieve effecten zijn, maar denk aan CO2-uitstoot, verlies van biodiversiteit, landgebruik, leveringsrisico's, maar ook misschien het creëren van banen, het creëren van waarden. Dit is 1 deel van het verhaal, als ik het heb over het monitoren van de circulaire economie. Het andere deel is wat wij noemen het monitoren van het transitieproces. Het Rijksbedenprogramma is in 2016 van start gegaan, waarin wat ambities werden neergezet. Wij monitoren nu, maar is er echt al te verwachten dat je in zo'n korte tijd al grote verschuivingen gaat zien in het grondstofgebruik en de effecten. En daarnaast, zelfs als je wat trends ziet in die grondstoffen en effecten, weet je dan wat de nuttige vervolgstappen zijn? Of moet je misschien een lager dieper en kijken, wat gebeurt er nou in de samenleving? Wat doen bedrijven? Wat gebeurt er in onderzoek? Wat voor acties worden er ingezet? Met dat type informatie heb je wellicht een soort eerste waarschuwingen of eerste signalen van, zijn we nou aan het voorsorteren op zo'n grote verandering of niet? En dat is wat wij willen doen met het monitoren van het transitieproces. Dus die 8 radars die u daar ziet, die 8 tandwielen, die laten dingen zien zoals ondernemerschap, kennis ontwikkelen, het vormen van een markt, het mobiliseren van middelen en het coördineren van al die veranderprocessen. Dit zijn aspecten die wij ook in kaart hebben gebracht. Nou, als ik dan nu heel kort even een idee geef van waar kom je dan op uit? Als we kijken naar het grondstoffengebruik en effecten, dan zien we bijvoorbeeld dat Nederland Europees gezien een koploper is. Dat we al 80% van het afval recyclen en dat de efficiëntie, dus de grondstoffenefficiëntie, is toegenomen. Tegelijkertijd neemt de absolute hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken niet af. Die is al
een aantal jaar vrij stabiel. Er is in productieketens voor Nederlandse consumptie steeds meer land nodig om de dingen te maken die wij hier gebruiken. Ook leveringsrisico's voor diverse grondstoffen nemen toe en die treffen vooral de maakindustrie. En tot slot, storten van afval, hoewel het niet absoluut gezien niet een grote hoeveelheid is, neemt wel weer toe. En een aantal, 6 van de 7 om precies te zijn, van de overkoepelende nationale afvaldoelen die zijn gesteld, worden naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. Ja, dat zijn toch trends die je hoopt niet te zien als het gaat om die transitie naar een circulaire economie. Wat zien we dan als we kijken naar wat er in de samenleving gebeurt, of dat transitieproces? Daar vallen een aantal dingen op. Ten eerste zie je dat die transitie echt nog wel in een beginfase zit. Dat de Nederlandse economie eigenlijk vooral nog lineair functioneert. Je ziet wel aandacht voor circulair. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar de hoeveelheid circulaire bedrijven in Nederland, dan is het gros van wat er bestaat bedrijven die al lang bestonden. Denk aan fietsenmakers, garages, kledingmakers. Veel bedrijven die aan reparatie doen. En ook recycling. Dus recyclingbranche is al jaren een grote industrie in Nederland. En dat aandeel circulaire bedrijven neemt ook af, hebben we gezien. Dus dat wil zeggen, het aantal circulaire bedrijven is in de 2 metingen die we hebben gedaan wel iets gegroeid. Maar het totaal aantal bedrijven in Nederland is harder gegroeid. Als we dan iets meer inzoomen en vooral kijken naar de vernieuwing die plaatsvindt. Zoals we kijken naar, wat doen nou de innovatieve bedrijven? Wat doen start-ups? Wat gebeurt er in onderzoeksprojecten? En waar gaat het subsidiegeld heen? Dan valt op, bijvoorbeeld geïllustreerd in het plaatje wat u hier ziet, dat er heel veel aandacht is voor recycling. En heel veel aandacht is voor technologische oplossingen. Dat zijn dingen die een essentieel onderdeel vormen van een circulaire economie. En tegelijkertijd is een circulaire economie meer dan recycling en meer dan technologische oplossingen. Het gaat ook over dingen zoals modulair ontwerp, het delen van producten, misschien wel het afzien van producten. Allerlei dingen waar je als vuistregel een grotere grondstoffenwissel van zou verwachten, maar die nog minder aandacht krijgen en die ook gewoon moeilijk zijn om te implementeren op dit moment. Als ik dat dan samenvat in onze hoofdboodschappen en dan hierna nog onze aanbevelingen. Zoals ik liet zien, diverse grondstoftrends gaan niet de goede kant op. De Nederlandse economie functioneert vooral nog lineair. Wat we wel zien is dat de gekozen aanpak van het beleid een gezamenlijke basis heeft gecreëerd en heeft gezorgd voor structuur. Er zijn prioritaire thema's aangewezen. Er zijn partijen bij elkaar gebracht. Er zijn plannen gemaakt, transitieagenda's gemaakt. Dus die eerste structurerende stap is er zeker geweest. Een ander iets wat opvalt, en dan kom ik hierna verder op terug, is dat het beleid vooral inzet op vrijwillige instrumenten. Dingen zoals akkoorden, een plastic pact, een versnellingslijst. Die bedoeld zijn om partijen samen te brengen, informatie uit te wisselen, gezamenlijk beeld vormen en draagvlak te creëren. De ambities zijn echter fors. 50% minder grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. Onze aanbeveling, conclusie aan het einde van de IC is dat om die ambities te realiseren, is een intensivering van beleid nodig. En dan denken we aan een aantal dingen. Het gaat bijvoorbeeld om het verder uitwerken van de visie naar een concrete en samenhangende doelenset. Die 2 doelen die ik net noemde, die hebben een mobiliserende werking gehad. Maar om echt over versnelling te kunnen gaan spreken, is er nu toch vraag naar en behoefte aan meer duidelijkheid en meer richting. Een andere is bijvoorbeeld het inzetten van meer stimulerende en dwingende instrumenten. Denk aan dingen zoals normen, heffingen en standaarden. Een derde punt, we hebben in de ISAR 2 instrumenten wat meer in detail bekeken. Dat zijn circulair inkopen en uitgebreid producentenverantwoordelijkheid. Daar zien we kansen om die bestaande instrumenten sterker in te zetten om circulair te stimuleren. Door bijvoorbeeld in de tijd oplopende eisen te stellen aan circulariteit. Ja, en tot slot, circulaire economie. Het is een thema wat gaat van voedselverspilling tot plastic verpakkingen, tot geavanceerde smart industry, tot modulair ontworpen huizen. Het beslaat van alles en nog wat, van handel tot landbouw, van heel lokaal tot heel mondiaal. Met andere woorden, die circulaire economie vraagt om een kabinetsbrede aanpak. Het beslaat meerdere dossiers en het kan echt wel baat hebben bij het inzetten van de mogelijkheden die er zijn als je een gecombineerde aanpak hanteert. En daar wil ik hem bij laten. Dank u wel voor uw aandacht. Heel beknopt te zien hoe
uiteindelijk jullie met elkaar als consortium dit vormgegeven hebben. Frank, je bent zelf ook nou betrokken geweest. Als je nou mag zeggen, één punt wat me nou echt wat me in het oog gesprongen heeft in die uitkomst, dat me toch wel opviel, wat zou dat dan zijn? Jij bent gemeen één, ik doe er twee. De ene is een van, in ieder geval een zekere verrassing zat daar toch wel in. Geleidelijk aan wordt het inzicht bij ons, werd het inzicht bij ons helder dat recycling staat stevig op de kaart. Dat wordt ook flink gepromoot, ook vanuit de industrie, daar zit een belang natuurlijk. Maar ik was vergeten, zou je kunnen zeggen, dat het voortgekomen is uit afvalbeheer, uit stromen van afval beperken en daardoor daarvoor te gaan recyclen, zonder te letten op de kwaliteit van het recyclaat, zonder te letten op dat het eigenlijk een kwaliteit nodig heeft, wil je het als secundair grondstof kunnen gebruiken. Nou, en die slag hebben we dus echt gemist en daar hebben we een stap in te maken. Nou, dat is heel helder zichtbaar geworden in de ISA. Een ander inzicht, ik doe er toch twee. Ik heb ook langzamerhand het gevoel gekregen hoe belangrijk het is dat er regie is en dat er initiatief genomen wordt vanuit de Rijksoverheid. Dan kun je zeggen, dat is wel vaker zo, enzovoorts. Ja, er is heel veel wil, heel veel goede wil, heel veel enthousiasme. Er is bijna geen wanklank te vinden. Zelfs de ICER die we hebben uitgebracht, heeft weinig weerspraak, tegenspraak gehad. Misschien ook omdat er niet al te veel keiharde getallen in stonden, dat het hartstikke misgaat. Maar desalniettemin, er is toch al veel erkenning en draagvlak voor dat resultaat gekomen. Maar iedereen zit ook een beetje naar elkaar te kijken. Wat moeten we nou doen? Doen we het wel goed? En wie moet er de eerste stap zetten? En als ik het doe, ben ik dan gekke Henkje niet? Nou, dit is het uitgestreken terrein waar een overheid actief hoort te zijn. En dan weet ik ook wel dat het best moeilijk is om dit goed te leiden. Ja, dankjewel. Opvallend. Daar komen we ongetwijfeld straks in de paneldiscussie op terug. We gaan nu het gesprek aan met de andere kennisinstellingen, of in ieder geval een aantal daarvan. Want zoals al gezegd, de ISA is een samenspel geweest van veel instellingen. Vier daarvan hebben nu een rol in de komende 15 minuten om met elkaar toch wat meer ook duiding aan u te geven als luisteraar, als kijker. Op dat samenspel, op die samenwerking. Ik zie dat er in de chat al vragen gesteld worden. Blijf dat ook doen. Ik zal niet beloven dat we alles gaan beantwoorden, maar er kijken ook veel collega's van de kennisinstellingen mee. Dus ik kan me zo voorstellen dat het wel een rijke discussie wordt. En we zullen zeker die chatline ook na afloop bewaren als input. Ik wil graag aan u voorstellen Gerard Eding van het CBS, Aldert Hanemeijer van PBL, Jan de Roels van het RIVM en Marco Hekkert van de Universiteit Utrecht. En ik wil eigenlijk beginnen om een vraag te stellen aan Gerard. Gerard, de ISER is een rapportage over grondstoffenverbruik in Nederland uiteindelijk. Wat is de bijdrage van het CBS geweest aan dit rapport? Ja, nee, het CBS heeft op verschillende wijzen bijgedragen aan het rapport. Ik denk onze grootste, belangrijkste bijdrage ligt in de materiaalstromen, hè, waar we in kaart gebracht hebben hoe die materiaalstromen van, naar en binnen Nederland lopen. Dat hebben we ook gedaan door op een hele slimme wijze heel veel bronnen te combineren. Hè. Dus we hebben internationale handelscijfers, energiecijfers, afvalcijfers, de nationale rekeningen, maar ook materiaalstromen hebben we met elkaar gecombineerd. En dat hebben we ook nog eens gedaan volgens internationaal geldende standaarden op dat gebied. En daarmee heb je een beeld van, hoe lopen nu die materiaalstromen door Nederland? En nog belangrijker, op basis daarvan kan je dus ook heel goed indicatoren maken die je nu ook in de rapportage, in de ISER-rapportage terugvindt. En daarbij kijken we naar directe effecten daarvan, maar ook indirecte effecten. Dus ook hoe lopen effecten door in hele waardeketens. Nou, dat is denk ik een hele belangrijke bijdrage die we geleverd hebben. Maar daarnaast hebben we ook heel veel andere dingen samen met de consortiumpartners gedaan. Met CML hebben we bijvoorbeeld naar de voorraden over materialen in de economie gekeken. En nog veel meer. En ik moet zeggen, het was ook een ontzettend leuk, maar vooral ook voor ons ook wel een leerzaam traject om dat zo als kennispartners samen te doen. Ja, dankjewel. Ja, het is inderdaad een rijk consortium. Ik kan me voorstellen dat het ook in de samenwerking misschien af en toe even zoeken is. Waar ben je trots op qua resultaat? Ja, dus kijk, waar ik trots op ben, dat is denk ik dat wij ook echt onderdeel hebben mogen zijn van deze eerste ISER. Ik denk dat we ons als kennispartners, dat het ons ontzettend goed gelukt is om gezamenlijk een meer dan volwaardige eerste versie van de ISER te produceren. Die versie is nog niet perfect uiteraard, dat zien we allemaal, het is de eerste.
Maar nou, ik zie het wel als een hele belangrijke eerste geslaagde stap die we ook met z'n allen gezet hebben. En dat merk ik nationaal aan de aandacht die het krijgt, maar ik zie ook internationaal. Ik ben ook best internationaal actief. En daar nou, presenteer ik regelmatig wat wij op dit vlak doen. Hè. Hoe meet je de circulaire economie? Ook internationaal staat dat ontzettend in de belangstelling. En daar zie je dat daar ook met ja, hele grote belangstelling naar Nederland gekeken wordt. Van goh, wat gebeurt er nou? Hoe meten jullie dat nou? Dat Sankey-diagram wat we maken, dat trekt ontzettend veel aandacht. En je ziet ook ja, dat ons ook, ja, ook wel op de kaart zet als Nederlands. Want nou, net als wij worstelen ook heel veel landen met goh, wat is nou die circulaire economie? Vraag 1. En nog een belangrijker, en dat is ook een beetje onze taak. Hoe meet je dan ook die circulaire economie? Nou, dat zijn twee vragen die echt heel relevant zijn, waar we allemaal het definitieve antwoord nog niet op hebben, maar waar we volgens mij wel een hele mooie zoektocht samen aan het maken zijn. En daar ben ik ook wel echt trots op dat ons dat ook wel gelukt is. Ja, dankjewel daarvoor, Gerard. Ik wil graag een vraag gaan stellen aan Marco Hekkert, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht. Ik denk wel bij velen bekend als een specialist op het gebied van transitiemanagement. En wat je zou kunnen stellen is natuurlijk dat transitiemanagement kun je hooguit van achteren nog eens een keer terugkijkend beredeneren waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. En dan is eigenlijk de vraag voor jou, Marco. Die ISER probeert een beetje grip te krijgen op al die zaken die er spelen in de samenleving. Waarom is dat zo belangrijk om dat proces enige sturing te geven? Nou ja, kijk, zonder sturing gaat dit gewoon niet lukken. Hè? Voor 2050 hebben we echt geen circulaire economie als we niet de stappen maken die daar nodig in zijn. Het is gewoon niet een proces wat vanzelf als een balletje de berg afrolt. Je moet enorm aan de bak om dit met z'n allen voor elkaar te krijgen. En dan is het ook goed om een soort kader te hebben van doen we dan de juiste dingen om daar te komen. En ja, inderdaad wat jij zegt, alleen maar terugkijken, dat is niet voldoende. Je wil eigenlijk op dit moment een analyse hebben van wat loopt er goed, wat loopt er minder goed en op welke elementen moeten we interveneren, zodat we eigenlijk sneller gaan. En daar hebben wij bij de Universiteit Utrecht veel ervaring in het maken van een raamwerk hoe je naar dit soort veranderingsprocessen kan kijken. En wij denken dat we wel grosso modo de ingrediënten weten, hè, waar je naar moet kijken, waar je op moet sturen om dat transitieproces te versnellen. En ik vond het ontzettend leuk dat we dat ook konden bijdragen in deze ISER. Ja, en als je dan al een klein beetje naar voren misschien kijkt, hè, je kijkt naar de volgende editie, waar vind je nu met alle beste kennis en bedoelingen waar deze ISER nog tekort schiet, wat zou nou een wens zijn voor de toekomst? Die zegt, ja, als we dat nog iets scherper weten te krijgen, dat zou echt helpen. Nou kijk, wat we eigenlijk nu hebben gedaan is dat we met die bril, we hebben eigenlijk gekeken vanuit een missiegedreven innovatiesysteem. Dan zeggen we, de missie is 100% circulaire economie in 2050. Het innovatiesysteem zijn al die partijen die daaraan bijdragen, vernieuwing organiseren en het ook echt realiseren. En dat hebben we nu eigenlijk voor al die partijen die gezamenlijk werken aan die hele brede missie. En wat we zien is dat er enorme variëteit zit. Bij matrassen gaat het heel anders dan bij kunststofverpakkingen. En dan gaat het heel anders dan bij hout in de bouw. En ik denk voor de volgende ISER zou het heel goed zijn om wat dieper in te zoomen op die verschillen. Dat we een aantal sectoren beter begrijpen. Dat we voldoende variëteit hebben in een aantal sectoren. Zodat we echt de verschillen zien in tempo, maar ook de verschillende belemmeringen. Waardoor ook het beleid beter in kan spelen op die grotere verschillen in het gehele systeem. Ja, dankjewel. En ik hoor je zeggen inderdaad, het zijn veel verschillende grondstofstromen met veel verschillende actoren. Dus dat maakt het inderdaad per definitie al heel lastig om daar grip op te krijgen, om dat staansturing op te brengen. Het RIVM werkt aan een grondstofinformatiesysteem. En heeft ook in deze samenwerking, wat dat uiteindelijk allemaal ja, stevige kennisinstituten zijn, eigenlijk ook wel een belangrijke rol om het grondstofmanagement systeem dus ook daar verder in te brengen. Jullie doen dat met veel verschillende instellingen. Niet alleen die kennispartners die ik net schetste, maar in de periferie zijn er nog vele andere betrokken. Als ik Jan Roels aan jou mag vragen vanuit het RIVM. Hoe voorkom je in zo'n proces met veel stakeholders dat het een Poolse landdag wordt? Hoe hebben jullie gezorgd binnen die ISER dat dat toch binnen timeframes, binnen budgetten leidt tot een heel kwalitatief goed rapport? Nou, we zijn natuurlijk wel gewend om met andere kennisinstellingen
samen te werken. Dus we kennen elkaar goed, we weten elkaar goed te vinden en we weten ook wat de data van de verschillende partijen betekenen. Er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen om die verschillende datasets aan elkaar te knopen. Maar zonder de data van de andere partijen zou het met het grondstoffeninformatiesysteem gewoon niet lukken. Dus de dataset van het CBS bijvoorbeeld, Gerard kan er trots op zijn, zonder die dataset zouden wij met GIS dat grondstoffeninformatiesysteem nergens zijn. Ik denk dat, dat de leereffecten van het elkaar knopen van die datasets, dat we daar nog niet mee klaar zijn. En zeker als je stappen verder wil zetten en verschillende ruimtelijke schalen wil combineren bijvoorbeeld, of verschillende kwaliteitsklassen van de data zou moeten combineren, dat je nog best wel voor uitdagingen komt te staan. Daar praten we nu al over. Dus ook om de Poolse landdag in de toekomst te voorkomen. Ja, en toch nog de vervolgvraag dan. Want hoe manage je uiteindelijk dat je met veel inhoudelijk deskundigen, waarvan, en dit is een invulling van mijn kant hoor, dus misschien ook een beetje vals, zou Frank zeggen, maar waarvan ik me echt voor kan stellen dat mensen al jaren aan iets werken en denken, en zo moet het gebeuren. En als je dan verschillende van dat soort inhoudelijk deskundigen hebt met een sterke mening, hoe voorkom je dat dat te veel geharrewar wordt? Nou, ik denk dat iedereen voldoende gecommitteerd is voor het eindproduct. Dus dat vraagt dat je niet alleen weet wat je eigen data waard zijn, maar ook dat je het belang ziet van het combineren van data tot een hoger iets. En nogmaals, we doen dit niet alleen met deze partijen voor de ICER, we doen het ook in andere verbanden. Dus dat is niet nieuw. En ik denk dat de ICER ook laat zien dat dit soort complexe dingen, die kunnen niet door één partij alleen worden opgepakt. Daar heb je elkaar voor nodig. En het is dus ook in het belang van alle kennisinstellingen dat dat goed verloopt. En dat gevoel is leidend bij het tot stand komen van dit soort samenwerkingen. Ja, mooi. Dus het doel blijft de baas. Ook al dat je soms af en toe als individu denkt van nou, misschien kan het zo beter. Maar het gemeenschappelijk belang, dat staat duidelijk voorop. Zeker. Ja, dankjewel daarvoor, Jan. Albert Hanemeijer, BBL, aan jou de vraag, die ik oprecht ook echt interessant vind om dat van jou te horen. Aan de ene kant zoek je een wetenschappelijke diepgang en heb je ook gewoon een professionele nieuwsgierigheid en wil je het beter weten en dieper graven. En aan de andere kant heb je ook op een gegeven moment een pragmatische behoefte om iets op te leveren en ergens een puntje even te zetten voor nu. Hoe vind je die balans tussen dat pragmatisme en die wetenschappelijke professionaliteit? Ja, dat is een leuke vraag. Kijk, het was wel helder dat het rapport in januari beschikbaar moest zijn, zodat het ook een rol kan spelen in de beleidscyclus voor circulaire economie. En dat helpt ook, want jij zei het zelf ook al, om op een gegeven moment een punt te zetten. Er zijn altijd meer vragen te beantwoorden, maar gelukkig denk ik, dan komt er nog een tweede ICER in 2023, dus die gelegenheid hebben we. Het mooie vind ik van de eerste ICER die we hebben neergelegd, dat het een overzicht biedt van ja, wat we op dit moment eigenlijk weten, wat voor kennis hebben we beschikbaar. En het gaat voor een deel over onderwerpen waar we eigenlijk al lang kennis over hebben, hè, zoals over afval en recycling. En Gerard meldde het net ook al, zegt ja, voor een deel zijn betreft ook actualisatie, voor een deel betreft nieuw onderzoek. Maar het gaat ook over onderwerpen waar we echt nog meer aan de basis staan van het opbouwen van kennis. Hè, waar Marco over sprak, van hebben we nou zicht op wat er in de samenleving gebeurt? En welk deel van de subsidieregelingen richt zich bijvoorbeeld al op circulaire economie? Nou, daar heeft de RVO dan naar gekeken. Ja, zo'n rapport begint natuurlijk bij nieuwsgierigheid. We hebben niet voor niks in 2018 al een rapport uitgebracht over circulaire economie en hoe je dat zou kunnen meten. En dat heette, ja, wat willen we weten en wat kunnen we meten? En het begint dus met de vraag inderdaad, ja, wat willen we nou eigenlijk weten? En dat heeft geleid tot een structurele investering in de kennisbasis voor circulaire economie door het ministerie van INW in de vorm van het werkprogramma, hè, waarvan er nu verschillende leden hier om tafel zitten, en expliciete vraag van het kabinet naar een integrale CE-rapportage. En daardoor hadden we het voordeel dat een groot deel van die informatie en kennis die op tafel werd gelegd, die kwam uit het werkprogramma. Dus die grondigheid waar je het net over had, die zit niet alleen in de ICER, maar die zit ook in de onderliggende rapporten. En wat ik aardig vind, is dat we proberen in de ICER ook, we noemen het dan integraal, maar je zou het ook kunnen zeggen, verschillende kanten van de medaille te belichten.
Aan de ene kant is de thermometer in het milieu en de samenleving, en aan de andere kant ook de spiegel voorhouden aan die samenleving en beleid, om te zeggen, ja, jullie zijn nu op deze manier bezig, en is dat dan ook wat je wil? Leidt dat dan ook tot de gewenste resultaten? En met die verschillende kanten van de medaille probeer je zo'n volledig mogelijk beeld te geven. En daar zit ook de nieuwigheid, denk ik, in, hè? En ook de meerwaarde. Dus aan de ene kant constateer je, wat Michael ook al zei, ja, er is een hoog percentage recycling en we storten weinig ten opzichte van andere Europese landen. Ja, we gebruiken als Nederlandse economie nog wel heel veel grondstoffen en we hebben heel veel afval. En we recyclen dan wel veel, maar dat is toch wel vaak nog laagwaardig. Nee, dat is dus duidelijk die twee kanten van de medaille. En dat zie je ook als je kijkt naar wat er gebeurt in Nederland. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van circulaire economie. Maar als je dan alles op een rij gezet hebt, en dat hebben we dus laten doen, ja, dan zie je, wat Michael ook al zei, dat er wel heel veel onderzoek en investeringen zijn gericht op recycling. En veel minder op hergebruik en andere hogere R-strategieën. En dat vergelijkbaar beeld zie je ook als je kijkt naar het beleid. Hè. Het beleid in Nederland om die circulaire economie op poten te zetten, heeft echt een basis gelegd en structuur aangebracht en logische stappen gezet. Als je kijkt wat de ambitie is, ja, dan is daar echt nog wel, zijn er nog wel een paar stappen nodig. Er zijn ook meer dwingende maatregelen nodig. En ja, wat mij betreft het grote voordeel van het werken aan zo'n rapport als de ISE, is dat als je alle informatie op een rij zet, dan kom je ook tot inzichten die je anders niet krijgt. Denk daarbij aan de boodschappen die Michael net presenteerde. Diverse trends genieten de goede kant op. Nog veel aandacht voor recycling. Grote ambitie. Ja, dus er is intensivering van beleid nodig. Als je al die puzzelstukjes niet hebt, zeg maar, dan kun je ook niet tot deze conclusies komen. En daar zit wat mij betreft ook de meerwaarde van een dergelijk integraal rapport. Ja, dankjewel. Dat is een goed pleidooi en een warm pleidooi, denk ik ook, om enerzijds pragmatisch, maar ook met kwaliteit te werken, te besluiten dat dit de eerste stap is. En vervolgens vooral naar de toekomst te kijken van hoe kan dat beter. Als het goed is, bent u allemaal nu weer terug in de plenaire ruimte. Nogmaals even excuus voor het ongemak. 80-90% van u is vlekkeloos overgegaan en een 10-20% niet. En dat trek ik maar even naar mezelf toe. We hadden misschien in de uitnodiging expliciet moeten vermelden dat u nu aan moet melden met het e-mailadres waarin u zich ook eerder geregistreerd heeft. Want daar is wat misgegaan. Dat is een les voor ons voor de toekomst. Nogmaals excuus. Maar we zijn weer compleet. We lopen wel daardoor iets uit op schema. Maar ik ga proberen dat recht te breien. Zeg maar eventjes dat 3:30, hoe dan ook de uittijd blijft. Dat betekent ook dat ik gewoon zonder verdere introducties en verwijzingen snel het woord wil geven aan Björn Aerts van de Rabobank. Björn en ik kennen elkaar een aantal jaar en ik heb een enorm waardering voor hem ontwikkeld. Omdat hij heel goed in staat is om vanuit individuele klantperspectieven toch steeds weer eventjes te boven te gaan hangen van wat zien we nou gebeuren als het gaat over circulair ondernemerschap. Björn, wil jij ons inlichten, inspireren en hopelijk misschien ook nog wel een beetje motiveren met jullie inzichten vanuit de Rabobank? Natuurlijk, Michel, hartelijk dank voor de uitnodiging. Mooi om hier te zijn. Mooi ook om te zien zo'n rapport. Ja, dat geeft toch wel aan waar we nu staan als Rabobank. Ik wil even vragen of de regie mijn presentatie kan delen. Want dat lukte niet via Zoom. Als het goed is, zou die ergens klaar moeten staan. Even kijken. Er gebeurt wat. Wat is dat? De goede? Ja, perfect. Hartelijk dank. Ik wil jullie even kort meenemen in een soort overzicht uit de praktijk. Wat zien we nou gebeuren vanuit het Rabobank perspectief? Volgende sheet graag. Even heel kort over mezelf. Dus bij de Rabobank verantwoordelijk voor het hele stuk rondom circulaire economie. Al 20 jaar werkzaam bij de Rabobank en sinds een jaar of 4 actief op het vlak van circulaire economie. Vanuit mijn rol ook betrokken bij diverse nationale en internationale initiatieven als het gaat om het verder brengen van de circulaire economie. En daarmee probeer ik aan de ene kant de klantkant te verbinden met de beleidsmatige kant. En dat is denk ik ook wel heel uniek vanuit mijn rol, dat ik beide kanten probeer mijn invloed in ieder geval uit te oefenen om het mogelijk te maken. De volgende sheet graag. Ja, dit is in ieder geval even de reis die wij als Rabobank hebben afgelegd. Daar wil ik jullie eventjes in meenemen, heel kort, korte terugblik. En kijken waar staan we vandaag en waar gaan we naartoe. In 2012 zijn we al begonnen binnen Rabo om het circulaire economie, dat thema, te duiden. Vooral de eerste jaren vooral ingezet op awareness, bewustzijn. Wat is het nou eigenlijk? We snappen wel. Wat kan het betekenen voor onze bank, voor onze klanten?
En ik moet zeggen dat in 2016 zijn we gestart met de Circulaire Economie Challenge. Samen onder andere met NVO Nederland. En daar hebben we ontzettend veel geleerd. Hè, van wat voor kansen biedt circulaire economie. Wat hebben onze klanten eraan? Waar lopen we tegenaan? Wat zijn de kansen? Wat zijn de barrières? En dat heeft eigenlijk toch geleid dat er ook heel veel bewustzijn gecreëerd is. Daarnaast is toen ook de eerste stappen gezet om samen te gaan werken met andere banken. Om te kijken, wat betekent het nu? Hoe kunnen we hierop samenwerken? We hebben toen ook de Circular Economy Finance Guidelines uitgebracht. Als een soort basis. Een soort basis van, als banken kijken we op deze manier naar circulaire economie. Dat is het wel, dat is het niet. Om een soort baseline te hebben en dat je ook met elkaar gezamenlijk verder kunt. Dat is denk ik een heel mooi startpunt geweest. Voor de rest hebben we gemerkt, vooral de laatste 2 jaar, dat onze klanten enorm veel vragen hebben over de circulaire economie. En in navolging daarvan uiteraard ook onze collega's die met klanten aan tafel zitten. Dat is enorm toegenomen en dat heeft ons eigenlijk de kans geboden om van hoe gaan we dit nou oppakken? We hebben de Circulaire Economie Desk hebben opgezet. Nou, als je natuurlijk een desk hebt, is het heel makkelijk, hè, want dan heb je een loket waar je dingen kunt neerleggen. Nou, we hebben echt een enorme toeloop gezien aan vragen, casuïstieken. En we kunnen wel zeggen dat de circulaire economie, dat werd ook al eerder gezegd vandaag, qua aandacht, potentie, mooie verhalen, echt wel zijn top heeft bereikt. Dat is heel gaaf om te zien. Maar vervolgens, hoe ga je dan verder? Daar komen we zo meteen nog even op terug. Verder rest zijn we als bank ook heel actief bezig nu om te kijken hoe kun je die circulariteit meten. We zijn betrokken vanuit de World Business Council bij de Circular Transition Indicator. Want meten, hè, wil je ergens heen gaan, dan moet je ook weten waar je staat. En dan liefst op zo'n gedetailleerd niveau als het kan. Verder is het zo dat wij ook actief zijn met allerlei mogelijke vormen om ook de financiering mogelijk te maken. Ja, soms kan een bankair niet. Daar hebben we bijvoorbeeld recent ook een investering gedaan in Shift Invest. Dat is een equity fund die in de vroege fase ook bedrijven kan financieren. Dat is toch wel nodig, omdat het toch wel ook een bankair soms gewoon niet kan. Dat willen we wel, maar dan kan het niet. Tegelijkertijd kijken we ook van hoe kan het dan wel? We hebben ook speciale lening ontwikkeld, de impact leningen, die specifiek circulaire businessmodellen belonen. Om de stappen die ze daarin gaan zetten. Daarnaast is het zo dat naast de CE-challenge en deze digitale tijden hebben we ook een CE in One Day. Dat we ook digitaal nog steeds blijven inspireren. Die vraag naar kennis die is nog steeds heel erg groot. Uitdagingen waar we ook mee bezig zijn, die zitten rechtsbovenin staan, zijn de lineaire risico's die de huidige economie met zich meebrengen. Hoe kunnen we dat vertalen? En belangrijker nog, hoe kunnen we de circulaire kansen, hoe kunnen we dat mee gaan wegen in onze investeringsbeslissingen? Dat zijn in ieder geval wat uitdagingen die we nu zo voor de dag hebben. Dus ik wil graag de volgende sheet willen zien. Ja, dankjewel. Eentje terug. Ja, dankjewel. Ik denk dat we zeg maar het toppunt van bewustzijn wel hebben bereikt. Gezien het aantal vragen, ondernemers zijn absoluut overtuigd van de potentie van circulaire economie. Het is natuurlijk een fantastisch verhaal. Hier kan eigenlijk niemand tegen zijn. Dat is natuurlijk hartstikke positief. Hè? Als je kijkt, om even een ander geluid te laten horen van de rapportage, waar staan we? De praktijk laat zien dat het echt wel flink leeft. We hebben afgelopen jaar ruim 350 casuïstieken behandeld. We hebben daar ruim 200 miljoen in geïnvesteerd. En nu denk je van dat is best wel een serieus bedrag. Ja, anderzijds, als je kijkt naar de totale uitzettingen die we doen als bank, is het maar eigenlijk een heel klein gedeelte. Er is ontzettend veel potentie nog mogelijk wat dat betreft. Wat we verder zien is dat er echt een verschuiving nu aan het plaatsvinden is. Die kennis rondom circulaire economie. Ja, dat is toch best wel goed geland. De vraag naar financiering, en dat is denk ik wel bemoedigend, neemt ook toe. Hè? Je ziet het ook staan, bijna 80% van de vragen gaat over, ik heb een circulair plan, financier mij bank. Dus daar zijn we volop mee bezig. Wat je vooral ziet is dat met name in de sector industrie, en ook al voet en aard hier als tweede, heel veel initiatieven zijn op dat vlak. En dat is in ieder geval de trend die wij zien.
Maar onverlet blijft in ieder geval dat zowel die kennis, het netwerk en de financiële oplossingen, die drie pijlers, alle drie even belangrijk zijn om uiteindelijk ook een ondernemer verder te kunnen helpen. Nou, waar hebben we het dan eigenlijk over? Mag ik dan gelijk de volgende sheet zien? Nou, we hebben het dan over dit soort bedrijven die we afgelopen jaar hebben gefinancierd. Ik denk allemaal stuk voor stuk prachtige circulaire bedrijven. Koplopers die die potentie van de circulaire economie met volle handen aangrijpen. Het is heel bemoedigend om dat te zien. Maar er is één ding wat opvalt. Het is wat lastig om nu interactief te zijn, maar er is één vraag. Wat valt op? Nou, en de vraag stellen is misschien in deze digitale tijden ook om mezelf even beantwoorden. Het zijn allemaal starters. Het zijn allemaal startende bedrijven, scale-ups. En dat is wel heel gaaf, maar willen we echt zo een impact maken, willen we gaan opschalen, willen we het mainstream gaan maken, dan moeten hier veel meer bestaande bedrijven à la Oping tussen staan. Willen we echt zo die slag gaan maken naar een circulaire economie. Ja, dus dat het komt nu vooral van de koplopers en van de start-ups. Dat zorgt ook al gelijk voor dat het financieren ervan extra bemoeilijkt wordt. En naast de circulariteit, wat dan uitdagend is. Dat is allemaal start-ups. En een start-up is gewoon bankair aan sowieso in de regel best lastig te financieren. Dat is wel een complicerende factor. Ik denk dat verandering heel goed is vanuit nieuwe bedrijven. Maar bestaande bedrijven, als die ook die stappen gaan zetten, dan is er ook veel meer mogelijk. Graag de volgende sheet. Mag ik de volgende sheet graag? Ja, daar is die. Dus eventjes vooruitkijken. Wat zijn nou belangrijke zaken? Hè? Want zoals gezegd, er is voldoende potentie. Er is voldoende bewustzijn. Er is genoeg wil om dit voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd missen er best nog wel een flink aantal voorwaarden om het koploperschap wat we als Nederland op het vlak van circulair hebben, om dat te volle te gaan benutten, om echt die voorsprong te pakken en ervoor te zorgen dat we ook de gestelde doelen ook gaan halen. Belangrijk is in ieder geval het meten van circulariteit, aantoonbaarheid van circulariteit. Wij werken ook veel samen met de Europese Investeringsbank, die steeds meer eisen gaat stellen aan aantoonbare impact. Dat is soms best wel lastig om die circulariteit echt te meten. Recent hebben wij als Rabobank een SDG 12.3 lening in de markt gezet. 12.3 gaat specifiek over de SDG-doel over voedselverspilling. Daaraan hebben wij gekoppeld een objectieve meetindicator, wat laat zien wat de progressie is van dat bedrijf op het vlak van voedselverspilling. Ja, dat is natuurlijk weer heel gaaf als je ziet. Hè, je wil uiteindelijk echt die aantoonbare impact, die circulariteit, die wil je gewoon meten. En dit is eigenlijk wel de toekomst van het financieren. Dat we leningen steeds meer gaan koppelen aan prestatieindicatoren op het vlak van verduurzaming en circulariteit. Uiteraard als onderdeel daarvan ook zeker. Voor de rest is het ook wel heel goed om te beseffen van waar zit dan, welke knop moeten we gaan draaien? Welke sector loopt goed? Welke sector blijft achter? En we missen eigenlijk wel heel erg veel informatie op sectorniveau en misschien zelfs op bedrijfsniveau. Waar staan ze nu? Waar liggen de kansen? Wat daarbij ook nog een goede factor zou kunnen zijn, een versnellende factor, is met name de link tussen circulaire economie en de klimaat- en energietransitie. We weten dat er heel veel energie wordt gestoken in het klimaat om dat voor elkaar te krijgen, energietransitie. Wordt vaak circulair, wordt daar toch als apart onderwerp. We hebben ook nog circulair. Door dat meer met elkaar te verbinden, ook te meten wat circulair kan bijdragen aan die hogere doelen, ik denk daar zeker een versnelling gaat komen. En wij zetten daar ook volop in om dat met elkaar te verbinden. In ieder geval, wat ik al eerder aangaf, die voorsprong die de Nederlandse bedrijven hebben, moeten we zeker pakken. En willen we de mainstream bedrijven gaan aanzetten tot circulariteit, dan moet er ook een gelijk speelveld gaan komen. Stopt nu vaak bij marktacceptatie. Het gelijke speelveld, daar is eigenlijk geen sprake van.
Dat is wel nodig om die volgende stap ook te kunnen zetten. Want als de mainstream bedrijven hier op in gaan stappen, ja, dan zal er ook zeker de versnelling gaan plaatsvinden. En daarbij is natuurlijk meten, om te weten waar je staat, cruciaal. Ik ben heel blij ook met deze ICER-rapportage. En wat daar denk ik ook nog aan toegevoegd zou kunnen worden, om nog steeds meer op dieper niveau, sectorniveau, ook daarin te gaan meten. Tot slot, samenwerking is cruciaal. Ik wil even noemen dat we deze week is van start gegaan vanuit het platform Duurzaam Financieren. Als een initiatief van het ministerie van INW in de financiële sector. Om te kijken welke barrières zien wij als financiële sector. Wat is er voor nodig om die barrières te slechten. Zodat wij als financiële sector makkelijker circulaire economie kunnen gaan financieren. Ook een belangrijk onderdeel daarvan is uiteraard de metrics. Hoe meet je circulariteit? Uiteindelijk is dat wel heel erg belangrijk om verder te komen. En de titel van het rapport was ook opschalen om te versnellen. En daar is het gewoon meten van circulariteit absoluut van belang. Dus ik onderschrijf ook een van de hoofdconclusies van het rapport van de ICER. Er is meer dwang en drang nodig. De vrijblijvendheid moet eruit. Om uiteindelijk zeg maar onze doelen die we hebben gesteld als Nederland, om die te gaan halen. Dus dat was mijn bijdrage. Dank Michel. Dankjewel Björn voor dat inzicht. Misschien toch nog even twee reflecties naar jou toe. Eén, je liet een paar bedrijven zien met wie jullie werken. En wat valt op? Je zei het, hun start-ups. Wat ook opvalt, als ik er even door mijn ogen naar kijk, dat het toch wel aansluit bij de conclusie van PBL, dat het ook vaak gaat over recycling. Het is nog relatief laag op de R-ladder. Volgens mij zie jij dat ook wel zo, als ik je reactie zie. De vraag die ik nog aan je wil stellen, kijk, meetbaarheid om circulariteit kun je op verschillende niveaus, zeg maar, die vraag stellen. Productniveau, bedrijfsniveau, ketenniveau, samenlevingniveau. En jullie zijn als bank eigenlijk op die verschillende niveaus actief. Want je bent met klanten bezig, klanten zijn met producten bezig. Tegelijkertijd wil je ook begrijpen, dat hoor ik je ook zeggen, of het in ketens of zelfs regio's voor jullie als bank heel belangrijk. Ja. Wat is er wat jou betreft nodig om die verschillende schaalniveaus, waar die ICER dus ook ergens een onderdeel van is, om dat beter aan elkaar te verbinden? Ik denk vooral vanuit ons perspectief, als wij maar een bedrijf gaan financieren, dan wil je zeg maar op bedrijfsniveau wil je zien waar je staat. Kijk, het ideaal zou zijn als je van al jouw bedrijven in een bepaalde sector weet waar zij staan op circulariteit. En dan kun je ook een beetje benchmarken, dan kun je ook zien wat is dan nog de potentie. En want als Rabobank willen wij onze kennis die we hebben heel graag delen om onze klanten te helpen verder te komen. En zo kun je misschien best practices uit van het ene bedrijf ook weer helpen met een ander bedrijf om ook verder te helpen. Dus die kennisdeling is cruciaal. En nu is het een beetje zoeken. Je weet niet waar je staat. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat op te pakken. Oké. Nou, een waardevol punt denk ik ook voor ICER 23 om daar in ieder geval wat gedachten over te vormen. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Ik wil alle aanwezigen even de ruimte geven nu om een korte break te houden. Die had ik toegezegd om 14:30. Het is ondertussen 14:48. Dus we lopen uit, wat ik al zei, ietsje later gestart. In de breakouts duurde ook even iets langer. Dus ik wil u verzoeken om in 55 allemaal weer terug te zijn. Dan hebben we 7 minuten met elkaar. Oh nee, dat zeg ik eerst. Dan heb je 7 minuten alleen voordat we bij elkaar komen. Dus ik zie u zo terug. We zijn weer terug. Goedemiddag allemaal. Welkom terug. Ik hoop dat u eventjes de benen heeft kunnen strekken. En ook even misschien wat kunnen drinken. We gaan een paneldiscussie voeren. Een paneldiscussie met mensen die vooral iets kunnen, moeten, willen met de uitkomst van de ICER. Vanuit beleid, vanuit bedrijfsleven, vanuit transitieagenda's, vanuit maatschappelijke instellingen. Dat doen we met 4 panelleden. Ik begin eventjes bij de dames, want tot nu toe hebben we bijna alleen heren gehoord. Dus dan blijven in ieder geval ook 2 dames. In het panel zitten dus Marieke Spijkerboer, plaatsvervanger directeur van de Directie Leefomgeving en Circulaire Economie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Welkom Marieke. Annemarie Rakhorst, een van de voorzitters van de transitie. Nee, het is de voorzitter van één van de transitieagenda's, moet de volgorde goed zijn. En in dit geval, zij is de voorzitter van de transitieagenda Consumptiegoederen. Welkom Annemarie. Chris Lorist is een van de regioversnellers. Hij is actief voor VNO-NCW in de regio Midden.
en betrokken bij meerdere programma's, waaronder Circles. En Jelmer Vierstra van Natuur en Milieu, al jaren ook betrokken bij verschillende transitieagenda's, waaronder die van kunststoffen. En ook in de CER actief in de Commissie Duurzame Ontwikkeling. Welkom alle vier. Idee om met elkaar, dat hopelijk iets interactief en iteratief, dus ga ook vooral op elkaar reageren als je daar de behoefte aan hebt. Met elkaar het gesprek te voeren over ja, hoe die ISER nou uiteindelijk ook jullie verder helpt in de dagelijkse werkzaamheden en wat er nodig zou zijn om dat in de toekomst nog beter te kunnen doen. En ja, Marieke, dan is het eigenlijk logisch dat ik bij jou de eerste vraag neerleg vanuit ja, de Rijksoverheid, het ministerie van IMW. Hoe helpt de ISER jullie nu verder? Ja, dank Michel. En mooi om te zien hoeveel mensen hier op deze mooie vrijdagmiddag allemaal bij zijn. Want er ligt ook een rapport waar we met recht trots op mogen zijn. PBL mag daar trots op zijn, maar ook alle kennisinstellingen die daaraan hebben bijgedragen en hebben meegewerkt. Want het is de eerste die in de wereld op deze manier weergeeft hoe circulaire economie in elkaar steekt en hoe je dat kan meten, zodat je meer kan weten. En dat is iets wat uniek is en daarmee iets om trots op te zijn. Het geeft een totaalbeeld en dat is goed. Dus zowel zegt het iets over de grondstofstromen als iets over het transitieproces en daarmee biedt het weer inzichten om stappen voorwaarts te kunnen zetten. Het laat zien dat we hard aan de slag zijn met heel veel partijen. En dat we een fundament hebben gelegd voor deze transitie. We staan weliswaar nog aan het begin, maar het is ook nog een jonge transitie. En de urgentie wordt dan ook nog goed duidelijk uit dit rapport. En in deze fase van de wedstrijd is dat ook heel goed. Want we zijn natuurlijk in afwachting wat de formatie van een nieuw kabinet ons gaat brengen. En wellicht dat het daar ook behulpzaam bij kan zijn. Want in een volgende fase is er meer nodig. Dat komt uit het rapport. Met partijen om ons heen zijn we nu ook een kabinetsreactie aan het maken. Dus wat er precies gaat gebeuren is niet duidelijk, maar we laten daarin in ieder geval zien wat we nu al wel aan het oppakken zijn. En een van de dingen is dat we bezig zijn met het concreter maken van de doelen. Want dat is ook al eerder aangegeven. Het is belangrijk om concrete doelen te kunnen formuleren. Om daarmee beter richting te geven aan waar zijn we nou naartoe op weg. Nee, dat is geen sinecure, want dat is ook een lastig onderwerp. Omdat klimaattransitie met één indicator toe kan, zal dat bij circulaire economie niet zo zijn. Maar het is wel van belang en daar zijn we dus ook nu mee bezig. En wat er verder in die kabinetsreactie zou komen, ja, dat zal misschien vrij beleidsarm zijn, omdat we met een demissionair kabinet zitten. Het zal dan aan een volgend kabinet zijn om volgende stappen te kunnen zetten. Maar al met al denk ik dat dit goede eerste stap is geweest voor ons beleidswerk, maar ook voor de transitie in zijn geheel. Want het geeft ook iets, een totaalbeeld voor alle partijen die hiermee aan de slag zijn. Ja, dankjewel. En ik snap inderdaad in deze toch demissionaire periode dat het dan ook voor jullie even ja, afwachten is wat kunnen we er exact mee. Ja, je zei het al eventjes, en ik had het kort met Frank over, dat hebben we niet expliciet gemaakt, maar het is inderdaad een heel rijk rapport natuurlijk over heel veel stromen, over heel veel elementen van die transitie. En dat krijg je bijna niet meer zo vaak mee, omdat gelukkig in het digitale tijdperk dat allemaal in PDF gaat, scheelt ook een hoop papier. Maar dan is het toch goed, en we hebben er hier eentje, om toch even nog eens fysiek te kijken. Van, ja, het is toch, ik laat hem even vallen, dus denk om uw woordjes. Het is een blok papier, want er is hard gewerkt en er is heel veel informatie en het is heel rijk. En Marieke, jij zegt het al, dat biedt heel veel opties voor de toekomst. Ja, het is even afwachten wat een nieuw kabinet ermee wil. Vanuit het uitvoeringsprogramma zijn natuurlijk 5 transitieagenda's aan de slag. En ik ben benieuwd, en die vraag, Annemarie, wil ik aan jou graag stellen. Ja, vanuit een ondernemersperspectief, hè, jullie willen uiteindelijk en zijn in de praktijk en het werk hiermee. Wat voor meerwaarde biedt zo'n ISER jullie in de praktijk?
Nou, voor ons is die heel erg belangrijk. We zijn ontzettend blij dat die er is. Omdat hij de urgentie weergeeft, zoals al een paar keer is gezegd. Maar ook omdat je niet opnieuw nog eens een keer de definitie van circulaire economie hoeft te geven. Dan hoef je alleen maar te verwijzen naar de ISER. Dat is hartstikke fijn. En het is zo belangrijk dat je bijna zou denken dat je het naar jongeren en kinderen moet brengen. Want dan kan het bedrijfsleven het ook lezen. En dat mag ik zeggen, want ik ben onderdeel van het bedrijfsleven. Dus het is een heel goed, heel omvangrijk rapport. Natuurlijk is er nog hartstikke veel aan toe te voegen. Dat zullen we ook met plezier in de komende 2 jaar in mee helpen. Maar voor de transitieagenda consumptiegoederen is het echt heel fijn dat hij er is. En wij betrekken in ieder geval vanuit onze agenda en ook andere agenda's jongeren en zelfs kinderen van de basisscholen op dit vlak. Nou, dat is een mooi streven. Ja, goed, hè? Je bent heel positief en terecht, denk ik ook, Annemarie. Maar ik wil toch ook nog eens vragen, wat mis je nu? Waarvan denk je van, ja, dat vind ik toch jammer. Dat hoop ik echt in de volgende terug te vinden. Ja, dat is volgens mij een discussie die we met elkaar moeten gaan voeren. Omdat je de data nodig hebt om hoger in de R-ladder ook goed de informatie te kunnen maken. En daarvoor heb je CBS als natuurlijk degene die steeds terugkijkt voor ons en die data ook genereert en daar informatie voor maakt, samen met de planbureaus, natuurlijk heel erg hard nodig. En we hadden natuurlijk een enorme tijd waarin elk individu, elk mens werd gekoppeld aan digitaal. En op dit moment wordt elk product gekoppeld aan digitaal. Dus die digitalisering tussen dat product is heel erg belangrijk, maar dan gaat hij meteen ook een privacy discussie krijgen. En ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar heel slim daar eens over na te gaan denken, hoe we nou al die informatie die we kunnen krijgen uit producten, regionaal vaak, die data ook toegankelijk kunnen maken voor het CBS, zodat je hoger op de R-ladder van bezit naar gedeeld gebruik veel beter kunt meten. Ja, dankjewel. Dat is, ik kan me heel wel vinden in wat je zegt. Dat is fijn. Ik wil het perspectief van een milieuorganisatie gaan belichten. Want we hebben het natuurlijk tot nu toe vooral over circulaire bedrijvigheid. En nou ja, je hoorde bij Björn Aerts uit de Rabobank, is dat eigenlijk een heel positief signaal. Steeds meer bedrijven zijn ermee bezig. Jelmer Vierstra, hoe kijk je eigenlijk vanuit een milieuperspectief naar die fase waarin we zitten vanuit de transitie? Ja, heb je het idee dat het milieu al gebaat is bij al die CE-initiatieven? Nou, wat ik het mooie vind van dat hele circulaire economie traject waar we met elkaar in zitten, is eigenlijk dat ik vind dat de kwaliteit van het gesprek tussen bedrijfsleven en overheden en milieuorganisaties gewoon goed is. Het is veel meer een vraagstuk over wat voor economie wil je dan wel, in plaats van meer de klassieke tegenstelling tussen kies je voor milieu of kies je voor economie. Dus dat is heel goed. Ik denk wat ook geweldig leuk nieuws is dat Bund, een van de grootste Duitse milieuorganisaties, mij nu benadert om te vragen, hoe doen jullie dat nu, dat meten van CE en die governance vormgeven? Dus ik ben de ISER al aan het exporteren, Frank, met jou goed vinden. En vorige week had ik al Deense collega's van een NGO hierover aan de lijn. Dus er wordt gewoon echt naar Nederland gekeken hoe wij dit doen. En met name die draai, in het begin was er al even discussie over, hè, van hoe handig zijn die doelstellingen nou van halveren en volledig circulair. Waarbij ik iedere keer ook wel teruggeef van ja, vanuit communicatief perspectief prachtig. Maar tegelijkertijd als je wil sturen op waar het je echt om gaat, namelijk die milieuwinst, dan moet je een stap verder gaan en daar zijn we nu mee bezig. Wat ik denk dat de uitdaging is, en ook daar zijn al wel wat woorden aan gewijd vandaag, dat is, hoe gaan we nou zorgen dat niet individuele bedrijven een beetje meer circulair worden? Dat we vooral incrementeel gaan verbeteren wat we al hebben. Maar hoe gaan we kijken dat echte circulaire producten en diensten en ook het nieuwe type bedrijvigheid wat daarbij hoort, dat gaat groeien en dat gestimuleerd gaat worden? En ja, dat is wat mij betreft de uitdaging voor komend jaar. Ja, ja. En dat die stimulering die vindt natuurlijk deels plaats door individuele bedrijven, zoals je zegt. Maar, en dat kwam ook wel even eerder naar voren toe, dus, ja, dat bevindt zich ook toch altijd in ketens. En daar kun je vanuit de Rijksoverheid van alles doen. Dan kan de ISER wat van vinden. Maar eigenlijk dat tussen micro en macro, ja, dat
vindt toch plaats vaak in een regio. En in die zin is het regionaal perspectief iets wat steeds meer aandacht krijgt. Ik denk ook geheel terecht. En tegelijkertijd nog allerlei nieuwe vragen oproept. Chris Loris, je werkt bij VNO-NCW Midden. Je bent al, nou, ik weet het niet precies, maar volgens mij 4-5 jaar nu actief met het programma Circles in onder andere Gelderland Overijssel. Hoe heb jij nou, in jouw beeld, hoe kan zo'n rapportage van de ISER circulaire economie in de regio versnellen? Nou, ten eerste nog de complimenten dat de rapportage er ligt, want die is vandaag al vaak uitgedeeld, maar dat kan toch even niet genoeg herhaald worden. En iedereen raad ik aan om het Sankey-diagram figuur 4 even de komende 2 jaar uit het hoofd te leren. Maar in dat Sankey-diagram zien we ook wel wat belangrijks. Namelijk dat 1/3 van dat diagram is binnenlandse vraag. 2/3 van dat diagram is import en export. Met andere woorden, wij maken onderdelen uit van internationale ketens. En dan even terug naar de regio, Michel. Wij hebben bij Auping, die hebben we begeleid bij een vraagstuk rondom het recyclen van aluminium. Teruggehaald van Vietnam naar regionale partners. Dat leverde 70% CO2-reductie op in de keten. Dus met andere woorden, er valt heel veel te halen. En dat klopt ook als je naar het diagram kijkt. Want de binnenlandse vraag, daar moet meer circulaire transacties plaatsvinden in de regio. Maar die buitenlandse ketens moeten we verkleinen, verkorten. En korter, het woord zegt het al, vereist eigenlijk per definitie een stevige rol van regio's. En als we daar dan op inzoomen, en ik denk dat ik niet alleen spreek namens de regio's van VNOCW, maar ook lokale, regionale overheden werken we mee samen, NGO's, kennisinstellingen, dat we zeggen wij willen als regio's een stevige bijdrage gaan leveren. Nou, wat zou je dan kunnen doen? Ik zeg altijd maar 3 dingen, hè? Gathering, learning, doing. Dus zorgen dat die netwerken gaan werken in die regio, daar zijn we al mee bezig. Maar dat kan een tandje steviger. Het learning, daar mag echt wel een schepje bovenop. Hè? Dus hoe gaan we nou zorgen dat peloton leert wat de winst van circulair ondernemen kan zijn? En dan vervolgens in doing, ja, ga het maar gewoon beginnen met ketens. Of ga maar gewoon reststromen bij je bedrijf beetpakken. En kijk of je daar, of juist een businessmodel, ga daarmee aan de slag. Nou ja, juist dat doen, dat is echt iets van de regio's. Ja, en wat zouden jullie dan vanuit de regio, als ik even binnen de context van de ISER plaats, hè, wat zeg je van, nou, dat zouden we echt vanuit de regio toe kunnen voegen in de volgende ISER? En, eigenlijk stel ik 2 vragen, dit zouden we wel wensen in een volgende ISER? Wat mij betreft echt gewoon met stip de komende periode op 1 moet staan, is het vergroten van de vraag. En het vergroten van de vraag, dat begint bij iedereen die inkoopt. Aan onze kant met z'n allen, dat geldt voor lokale, regionale overheden, meer circulair inkopen. Als wij de doelstelling van het Rijk willen halen, moet dat percentage niet 10% zijn, maar 30% in 2025. En dat geldt ook voor de grote bedrijven. En dan in de regio inkopen voor de goede orde. Dus dat zou echt wat mij betreft met stip op 1 zijn. Okay, en daar meer inzicht op, even in de context van ISER. Dus het circulaire inkopen is echt een heel belangrijk punt om die marktvorming en het versnellen van die circulaire economie en ondernemerschap te bevorderen. En beluister ik het dan ook goed, dan zeg je, en dat zou ik eigenlijk ook wel terug willen zien in een ISER-rapportage 2023? Ja, dat zou een hele goede toevoeging zijn. Hoe staat het met circulaire inkopen in termen van percentages, hè? Ook de definitie daaraan. Dan zou ik het ook goed vinden dat zowel publiek als privaat gebeurt. Maak het maar transparant. En ik denk dat dat een hele mooie toevoeging zou zijn voor de ISER 23. Ja, dankjewel. Annemarie, je zei dit al even, ja, voor ons ook echt het inspireren van de jeugd belangrijk. Ja. Ik wil je graag de vraag stellen, even breder dan alleen consumptiegoederen. Hè? Ik zag Jos Keurentjes ook in deze call en een aantal anderen. Als je kijkt over de transitieagenda's heen, waar zouden jullie nou behoefte aan hebben aan voorzitters van de transitieagenda's als het gaat over een volgende ISER? Ja, dus we willen echt heel graag veel hoger op de R-ladder kunnen meten. Dat is echt heel erg belangrijk. En wij willen heel erg graag dat waardecreatie in het lonkend perspectief wordt opgenomen. Dus nu kan je soms de tekst, zonder dat het bedoeld is uiteraard, als behoudend opnemen. En sterk gericht op het probleem. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want er is ook een probleem. Maar we hebben ook een kans.
Het is een kans voor de arbeidsmarkt in Nederland. Het is een kans voor onze export. Dus we hebben heel veel waardecreatie. Waar we ook prachtig KPI's op kunnen maken. En waar het bedrijfsleven ook goed mee uit de voeten kan. En de jeugd en kinderen betrekken is heel erg oprecht. Dus ik vind echt dat als je staat voor feiten van voor alle Nederlanders, dat je dan ook feiten moet brengen aan alle Nederlanders. Maar ik zou dus zelf hebben wij altijd gewerkt met het betrekken van jeugd en jongeren om ook de informatie te vertalen. Dus er is een hele grote groep. Hè. Wij willen 17 miljoen Nederlanders meekrijgen in deze transitie. En die krijgen wij, hoe fijn we het ook zouden vinden, niet mee met het mooie schema wat Christian Dorist ons net liet zien. Dat is een prachtig schema, maar er zijn veel meer mensen die op verre afstand staan van dit schema, dan dat er mensen zijn die dichtbij dit schema staan. Dus dat lonkende perspectief, welk land maak je dan onderdeel van uit in 2030? En hoe ziet dat er dan voor jou uit? En wat kan jouw rol daar dan in zijn? Dus niet het droeftoetergesprek, maar het bruistabletje gesprek, maar dan wel gebaseerd op feiten. En dit rapport kan ons heel erg helpen om ook die feiten te brengen waar dat die waardecreatie plaatsvindt. Dus waar zit het succes? Wat kunnen we opschalen? Dat is de eerste KPI die een ondernemer neemt. Die wil liever praten over waar hij het goed heeft gedaan en hoe hij dat knopje verder open kan draaien. Ja, dankjewel. Je krijgt veel bijval ook in de chat, dus dat raakt veel mensen, Annemarie. Ja, je zei ook al, we moeten 17 miljoen mensen meenemen. Dat geldt dus ook voor 17 miljoen consumenten. Dat wordt natuurlijk ook vanuit ondernemersperspectief of andere richtingen, als ze zeggen, ja, mijn klant niet beweegt, consumenten niet om vraagt, dan wordt het toch lastig om die marktvorming te doen. Christian had even over de Rijksinkoop en ook bedrijveninkoop. Maar het gaat natuurlijk ook over consumenten en over individuen. Jelme, Natuur en Milieu heeft ook een rol te vervullen als het gaat over het voorlichten van burgers, van consumenten. Wat zouden jullie nodig hebben om dat in de toekomst nog beter te doen als het gaat over, ik zeg maar even, circulair consumeren, voor zover dat een Nederlands woord is? Nou, wij hebben daar met onze vrienden van Milieu Centrale wel een keer onderzoek naar gedaan. Wat we in ieder geval niet moeten gaan doen, is mensen vertellen dat ze ook nog een keertje circulair moeten gaan consumeren. Want mensen vinden het al ingewikkeld genoeg om duurzaam te consumeren. Dus de uitdaging zit volgens mij er veel meer in. Hoe gaan we nou laten zien dat al die circulaire consumptiemodellen, dat daar een bepaalde aantrekkelijkheid in zit voor die consument. En daar zie je eerlijk gezegd dat de jeugd wel de toekomst heeft. Dus auto's delen, juist onder jeugd vliegt dat. En dat is wel waar het om gaat. En ik heb toevallig vorige week mijn moeder naar het verpleeghuis moeten brengen, maar daardoor blijft mijn vader alleen in zijn huis achter. Die is nog niet te bewegen om daar vandaan te gaan, maar dat is nog wel steeds hetzelfde huis waar wij ooit met het hele gezin wonen. Ja, dat is niet echt efficiënt grondstoffengebruik, zeg maar. En hij is nog niet zo heel gevoelig voor dat soort argumentatie, maar ik hoop de burgers van de toekomst, zeg maar, die de jeugd heeft, dat die dat wel inzien. Dat alles wat wij met elkaar gebruiken door de dag geen grondstoffen bevat. En dat we gewoon de zure plicht hebben aan onze aarde om daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Ja. Ik heb vertrouwen in de jeugd. Die heeft daar veel meer gevoel voor. Ja. Dat we grappig moeten kijken naar hoe de jeugd stemt ten opzichte van de rest van Nederland. Ja, precies. En ik hoor je dus ook zeggen, jammer, de wens om, en dat zal echt wel een generatie misschien nodig hebben, hoor, maar een cultuuromslag te maken naar het denken over bezit in relatie tot het denken over gebruik van materialen, grondstoffen, producten. Interessante gedachte. Dankjewel. Mag ik er wat aan toevoegen, Michel? Dat mag ik. Ja. Want ik denk dat mijn voorgaande sprekers allemaal mooie dingen zeggen. En ook vanuit wat Björn ons meegaf vanuit de Rabobank. Ik denk dat dus aan de ene kant heel erg belangrijk is om bij alles wat we doen ook goed te vertellen wat dat heeft opgeleverd. Dus welk effect dat heeft gehad. Welke CO2 dat heeft opgeleverd bijvoorbeeld. Want dan leg je op die manier ook goed de link naar de klimaattransitie. En aan de andere kant, wat Jelmer ook zegt, dat we het kunnen verdiepen. Dus dat kunnen kijken naar
Welke bevolkingsgroepen zijn nou waar mee bezig? Want dan kunnen we daar ook veel meer gericht op handelen. Kunnen we daar gericht op communiceren of gericht op beleid voeren? Dus dat zou kunnen zijn naar groepen mensen, maar je kunt ook denken aan productgroepen of aan grondstofstromen. Dus die slag dieper zou helpen om handelingsperspectief te geven. Dat zou mijn... En ik realiseer me dat je met zo'n eerste rapport hoop je gelijk dat het volgende gelijk alle volgende stappen bevat. Dat zal ook niet zo zijn, dat weet ik drommels goed. Maar het is wel goed om te wensen en te dromen met elkaar. En als het misschien niet de volgende ISER is, dan is het misschien die daarop. Dus, want mijn hoop is wel dat dit een continue rapportagestroom wordt. Ja, dankjewel voor die toevoeging. Misschien toch nog ook een vraag naar jou, Marieke, zo richting op het einde. Binnenkort is het World Circular Economy Forum, wat Nederland samen met Finland organiseert. Het werd ook al even aangehaald door een aantal andere sprekers. Er komt steeds meer internationale interesse, ook wat we doen hier in Nederland, zowel qua rapportage als ook, ik ben daar zelf bij betrokken geweest rondom Oostenrijk bijvoorbeeld, van hoe stimuleren jullie ondernemers? Wat heb jij nodig van, zeg maar even, de mensen in deze call, de verschillende actoren en spelers die circulaire economie met elkaar proberen te versnellen, om dat ook in mij goed over het voetlicht te brengen? En in mei bedoel je? Bij het World Circular Economy Forum. Oké, dat is in 15 en 16 april. Okay. Nee, daarom dat ik even twijfelde. Maar dat is goed om te weten. 15 en 16 april is het World Circular Economy Forum. Kijk, de link wordt al gedeeld in de chat. Dus heb je hem nog niet, dan kun je daar je aanmelden. Want... er komen mooie mensen spreken. Het zal onder andere ook over monitoring gaan. Dus in die zin ook misschien voor heel veel mensen hier ook interessant. Ik zou zeggen, laten we vooral elkaar weten te vinden op het moment dat we denken, hey, dit is een interessante vraag. Ik kan hem niet helemaal beantwoorden, maar... misschien is er iemand anders die die vraag wel kan beantwoorden. Die internationale vraag die er dan... is. Dus vooral de verbinding met elkaar zoeken daarin, dat lijkt mij een belangrijke. Ja. Okay. Is dat antwoord op je vraag? Of? Nou ja, het is een open vraag en ik wist niet dat het een half april was, dus dan zal het echt wel redelijk al vormgegeven zijn. Maar ik kan me echt voorstellen dat ook vanuit de ISER, laten we het even weer terugbrengen in de context van deze bijeenkomst, juist omdat er internationaal steeds meer ook interesse ontstaat van hoe dat organiseren in Nederland. Dat het iets is wat daar inderdaad op het programma staat, zoals je zelf zegt. En mijn vraag was even, als er iets nodig is vanuit jullie kant, als mede-organisator van die bijeenkomst, waar mensen in deze call aan bij kunnen dragen, dan is dat misschien nu een moment om te stellen. Maar je zegt ook, ja, dat is vooral de verbinding. En dat is misschien ook precies waar het over gaat. Nou ja, en kom vooral ook meedoen, kijken, dat soort dingen. Dus dat ook zeker. Het is een mooi moment. Precies. Ja, dankjewel. Frank, terug naar jou. Als je dit zo aanhoort en je kijkt door je oogharen heen en je luistert, wat valt je dan op? Nou, best wel veel. En ik probeer nu koortsachtig enige rode draden te identificeren. Ik doe een poging aan l'improvis. Opvallend is veel aandacht voor doelen. Doelen in de zin van de ambities die we nu kennen vanuit het beleid op tafel gelegd. Volledig circulair op de lange termijn in 2050. We moeten nog met elkaar wel even een tijdje praten over wat dat dan precies betekent. En in 2030 primair grondstofgebruik, abiotisch grondstofgebruik halveren. Ja, dat zijn geen operationele doelen. Daar is iedereen het over eens. Dat is ook geen verwijt, dat is een constatering. Het is wel een ambitie die beweging brengt. Die laat zien dat het simpel is om je grondstoffenverbruik A, radicaal efficiënter te doen zijn. Er is veel verspilling. Er is veel mogelijkheden dus om het efficiënter te doen. En je de vraag te stellen, kan het überhaupt niet minder? En nou, daar zijn vele wegen toe, die ga ik nu niet exposeren. Wat wel zichtbaar wordt, is dat vele doelen tegelijk kan dienen. Je kunt daardoor beter gaan nadenken. Wat voor strategie ga ik daarbij volgen? De roemruchte R-strategie-ladder.
En laten we het nou niet te veel als een ladder zien, maar in ieder geval als een verzameling van strategieën waarmee we langer met dezelfde grondstoffenbulk uit de voeten kunnen. En in wat voor vorm dan ook daarin efficiënter mee om te gaan. En ja, dan zie je een worsteling waar wij ook als kennisinstellingen mee worstelen. Daarom zijn we nu ook aan het werk om na te denken van hoe kunnen we die echt strategieën nou hanteerbaarder maken in de praktijk. Want conceptueel is dat niet zo ingewikkeld. Dan maak je een schema en dan zeg je zo moet het. Ja, maar wat betekent dat nou en waar loop je dan tegenaan en wat zijn de hindernissen? Nou, en dan zie ik in bijvoorbeeld de praktijkervaringen die we via de Rabobank vandaag hier op tafel hebben gekregen of van Chris Lorest, zie ik toch een paar handvatten. Handvatten in de zin van neem waar dat er nu vooral starters CE-initiatieven tonen. Misschien is dat niet over de volle breedte zo, maar het is toch wel een trend die je zichtbaar maakt. En dan is dus de hamvraag, hoe krijg ik dus de grote groep van gevestigde verdienmodellen een kwartslag gedraaid? Hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig? Wat houdt ons tegen om dat te doen? Wie is daarvoor nodig? Gelijk speelveld werd geroepen. Ja, dat hoor ik altijd. Maar wat betekent gelijk speelveld? Dat werd niet gespecificeerd. Ik heb er wel een idee bij. Het betekent in ieder geval dat als je belangrijke waarden toevoegt, bijvoorbeeld minder milieudruk veroorzaken, dat je daar ook echt voor wordt beloond. Als je minder CO2 uitstoot, dat je daar dan ook de credits voor krijgt en dat dat niet ergens verdwijnt of zo. Dat brengt mensen in beweging. Maar misschien ook druk uitoefenen. Daarnet werd ook gezegd door, ik meen Chris, vraag vergroten. Dat is mijn grote wens. En daarin had hij een mix van aan de ene kant, nou ja, het moet aantrekkelijk zijn om iets nieuws te doen, andere verdienmodellen, andere consumptiemodellen gebruiken. Er werd met enthousiasme naar de jeugd gekeken. Zij gaan het anders doen dan wij. Nou, daar zijn misschien ook wel aanwijzingen voor. Maar we moeten natuurlijk wel goed blijven volgen wat daar dan hindernissen bij zijn. Er zijn vele hindernissen denkbaar. En schuine streep, dan moeten ze onderzoeken. En dat is lastig, want dan zal in het ene domein een andere set van hindernissen domineren dan in het andere domein. Maar vergroten van vraag kun je ook doen door de druk op de ketel te zetten. Gewoon door de eisen te stellen dat we of secundaire grondstoffen verplicht voor een deel zullen stellen, of oplopend percentage secundaire grondstoffengebruik aan de orde gaan stellen. Althans, we moeten erover nadenken. Ik zeg niet dat het moet, even voor alle helderheid. Maar we zouden erover na kunnen denken. En dan weet ik ook wel dat er in bepaalde delen van de samenleving echte hobbels over moeten worden overwonnen. Een andere is dat een heel aantrekkelijke optie. En dus steeds de vraag, en daar ben ik dus de wetenschapper voor, wat houdt ons tegen? Wat belemmert? Wat is de reden dat we niet doen wat zo voor de hand lijkt te liggen? Want iedereen is enthousiast. Iedereen ziet de lol en de aantrekkelijkheid van efficiënte omspringen met die grondstoffen. Met alle voordelen die daar vooraan of achteraan in de keten ervoor zijn. Maar nadenken over waarom het zo voor de hand liggende niet gebeurt, onze taak, en het weer terugkoppelen aan degene die aan verschillende knoppen in de samenleving zitten, om er dan iets mee te doen. En die dan weer terugleggen aan die kennismakers, of kennisverzamelaars moet ik misschien beter zeggen, van joh, hier lopen we tegenaan. Je zegt wel, maar... Ja. Nou, ik ben er gewoon maar gaan praten. En je volgens mij destilleer je de 5 rode draden uit. Oké. Okay. Okay, ik heb ze niet geteld. Dus dat is fijn. Ja. We naderen het einde. En ik wil allereerst van harte alle inbrengers bedanken voor hun inbreng. En dan begin ik maar even van achter naar voren. Ik doe het uit mijn hoofd. Ik hoop dat ik niemand vergeet. Maar Jelme Vierstra, Chris Lorest, Annemarie Rakhorst, Mariek Spijkerboer, Jörn Arts. En uiteindelijk, en dan kom ik bij de kennispartners terecht, Gerard Eding, Albert Hanemaier, Marco Hekkert en Jan Roels. Enorm bedankt voor jullie bijdrage en inbreng. Het heeft denk ik voor velen in deze call wat meer context gegeven aan de ISER. Wat kan ik ermee, wat moet ik ermee, wat kan ik er nog bij verwachten in de toekomst en misschien ook wel hoe kan ik eraan bijdragen. Ik wil vooral u bedanken voor uw inbreng en de bijdrage. Ik hoop dat het, ondanks even technische hiccups, een waardevolle breakout sessie voor u was. Mocht u nou toch nog nabranders hebben of zegt, ja, komt net niet kwijt, want het was te kort, zet het vooral in die chat. Die blijft echt nog even openstaan tot 3:30. Daar kunt u ook nog ideeën in kwijt. Dan wil ik Frank jou enorm bedanken voor de mogelijkheid om dit zo samen te doen. En ik wil tot slot, niet alleen het PBL, maar eigenlijk alle kennispartners, een enorm compliment geven voor hun vooruitziende blik. Want ik begon dit webinar eigenlijk met de opmerking dat er een boot vast ligt in het Suezkanaal en die kost elk uur 400 miljoen.
En wat staat er op de voorkant van de ISER-reportage? Ja, u kunt het misschien zien, u ziet hier die boot. Dus dat wisten ze toen al. En dat vind ik toch echt enorm van vooruitziende blik. Ja, dank je. Dank jullie wel. Fijn weekend en ongetwijfeld tot een ander moment. Dank jullie wel.